bewoners van hun gamestad en welkom bij deze nieuwe epische serie Epic Mods. Oké, jongens en meisjes, dit is het derde seizoen. Het is eindelijk terug de grote comeback van Epic Mod. Epic Mod heb ik al 2 seizoenen hiervoor gedaan, die kan je terugkijken. En dat heeft allemaal doorgenummerd en nu helemaal opnieuw vanaf nummertje 1. Want het is toch wel iets totaal nieuws. En het is met 3 o's is Epic Mod deze keer. En ik heb super lang gezocht naar een modpack en ik heb het gevonden door al die mods. Maar deze modpack is zo zwaar. Het is zo zwaar. Ik heb net al een stukje opgenomen. Maar dat ging niet. Dat ging niet. Ik moest alles omlaag zetten. Want het is op 1.10.2 en de modpack is gewoon zo groot. En maar goed, laten we gewoon beginnen. En dan gaan we eens kijken hoe dat die modpack er nou eigenlijk uitziet en wat we kunnen doen. Ik heb nog geen idee. Ik heb net alleen de wereld aangemaakt en verder nog helemaal niks. Daar zijn we dan in de wereld. En ik moet even goed in de gaten houden, want... Oh, dit is zo zwaar voor mijn computer. Dit is echt mega zwaar. Maar kijk dit dan allemaal. Die bomen hier zijn gewoon al heel anders. Er zijn bloemetjes, mystical black flower. En ik heb hier een kip. We gaan in ieder geval in deze eerste aflevering eventjes alles een beetje verkennen. Ik zie een map daar rechtsboven. En soms als ik op J druk, dan zie ik de wereld. Wat is dit dan? Dan zie ik als goed, ja, dan zie ik als goed de map. En ik zie hier een map met allemaal dingetjes erop. Ik kan, mobs kan ik uitzetten. Ik kan, nou, dat zijn beesten dus. Hier staan mobs, zie ik. Oh, oké, we zien alles gewoon al op de map hier. Dat is nice. We kunnen dit uitzetten. Ja, dat doen we gewoon uitzetten, denk ik. Want daar hebben we niks aan. Villages kunnen we vinden, zo. We kunnen alles vinden en ik zie dat daar een huis is. En daar gaan we naartoe. En ik heb ervoor gekozen om dit met een greenscreen achter me op te nemen. En ik hoop dat jullie dat cool vinden, dat ik dat doe. En ik hoop dat alles gewoon goed werkt, mijn microfoon ook. Ik ga dus naar het huis toe en ik neem op met een greenscreen. Oh, ik moet mijn verhalen afmaken, Mark. En de greenscreen dus omdat ik niet dat vierkantje gewoon... Oh my god, het was heel veel lag opeens. Dus dat betekent dat hier iets is, jongens. Pas op, pas op, pas op, pas op. Wat zit hier? Dit huis lijkt alsof het een beetje... Oh, is ingegraven. Jongens, dit is niet te doen zo. Ik kan bijna niet spelen, maar ik ga dat even nog proberen op te lossen straks. Wat is dit? Een zwart varken? Oké, die gaan we later wel eens mee vechten. Maar waar is... Oh, hier is de deur gewoon. Aan de voorkant. Oké, logisch. Deur. Wow. Wow, wow, wow. Oké, die deur gaat naar huis open. Kijk, kijk, kijk. Ik heb honger, 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 honger. Ik heb een boek gekregen van de cake. Food journal. Wat? Dit houdt bij hoeveel ik eet op een dag of zo. Wat zit hierin? Niks. Waarom zit die dan aan? Oké, we hebben boven en beneden. Wat is slim, wat is slim. Gaan we eerst naar boven of gaan we eerst naar beneden? Ik denk dat we eerst gewoon naar boven gaan. Er staat hier een kist. En een bed. Oké, ik kan hier dus slapen. Oh mijn god. Jackpot. Wat sterker. Dit is even sterk natuurlijk. Ik neem dit zwaard heel mee natuurlijk. Ik neem een mooi broekje mee. Fire protection heb ik meteen al een broekje. Ik heb eten. Ik heb een schep. Ik heb, wat zit het allemaal? Enchanted boek. We gaan gewoon op avontuur met deze spulletjes. Maar nu kunnen we dus wel naar de kelder. Want we hebben een mooi zwaard. En bij de enge kelder hier. Wat zou er zitten? Oké, dat geluid is heel raar, maar wat zit hieronder? Hallo? Ik ben best wel bang eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Hallo, het is zo donker en het gaat zo diep. Waar gaan we naartoe? Ik weet wel dat er heel veel in deze modpack te vinden is. Dat er heel veel speciale dingen zijn. Oké. Oh, is dit een dungeon? Ja, dungeons zijn er, zijn heel veel speciale bouwdingen en... Ik heb geen pickaxe bij, maar dit is een dungeon. Oké, dit herken ik ergens van. En wat staat daar? Oh, ik wil inzoomen met Optifine, maar dat heb ik niet. Daar staat een skeleton met een broek aan en met schoenen aan. Oké, misschien moet ik dit plekje onthouden en een keer terugkomen met de pickaxe, want dat heb ik nu niet. Dus ik kan dat volgens mij doen zo met... Oh, wow, ik kan het hele gangenstelsel zien onder de grond. Dat is cool. Dat is vet cool. Ik kan, als het goed is, kan ik hier een waypoint zetten of zo. Neem, dan doen we dungeon of zo. Oh, wat de hel, ik zie in één keer deze straal. Dat is de dungeon straal. Oh, ik zie die dus helemaal boven straks ook. Dus dan weet ik helemaal heel goed dat hier de dungeon is. Bam, we fixed it. Ik ben bij de vliegende eilandjes en daar zie ik er eentje, daar zie ik er eentje. Maar ik kan er niet zo makkelijk komen. Ik zie wel lava en ik zie daar een slime. Volgens mij komen die slimes van die eilandjes af, want die heb ik ook een keertje in de oude Epic Mod gezien. Ik kom er recht tussen de bomen door, oh my god. Maar ik hoor er geen geluid. Moet ik het geluid harder zetten, denk ik, hè? Ik hoor helemaal niks. Ik hoor ze naar me toe komen. Ga weg. Ga weg, jij vieze slime, wat ben je voor slime? Jij ook dood. Jij ook dood, oké. Ik heb niks gekregen, dankjewel. Wat is dit? Een appel of zo? Ja! We kunnen appels aan de boom vinden. Oh, dan willen wij sapling. Oh, hier groeien die. Appel. Dat is een groene appel. Die is nog niet goed. Laten we gewoon eventjes dit snel hakken allemaal. En dan wil ik eigenlijk saplings van deze boom hebben. Want dan hebben we daar een appelboom in onze tuin, want dat wil ik. En dan heb ik appel. Het zijn gewoon ook saplings. Oh, oké. Ik dacht dat het speciale dingen waren. Hier zitten een hele hoop konijntjes.
Zie ik ze? Ik zie ze. Ja, wat is dat? Dat is geen konijn. Wat de hel? Wat is dat? Dat lijkt op een beertje. Hè? Oh, wacht, ik moet even healen. Oké, dit kan. En ik zie een heel grote boom. Oké, dit is vet, dit is vet. Wat is dit? Wat ben jij? Dat is een uil. Oh, een ool. Een ool. Oh, sorry. Sorry. Kan ik nu in hem veranderen? Oh, nee, dat kan niet. Dat zit niet in deze modpack. Dat is jammer. Ik kan niet in zoiets veranderen. Misschien kan ik wel weer standbeelden maken. Dus als je, wow, een standbeeld wil hebben in de volgende aflevering. Waarom zit er over een cobblestone? Dan, konijntjes. Ja, er zijn wel konijntjes. Godsamme, ik raak zo snel afgeleid. Als we dan weer gaan beginnen. Je Minecraft naam achterlaten. En waarom je er wil staan. Dus gewoon je Minecraft naam en een mooi verhaaltje. En dat zit eigenlijk. Wat je in de reacties achter moet laten. En misschien word jij dan de allereerste standbeeld hierin. Epic mod. En ik zie hier ook allemaal gekke dingen. Kijk dat dan. Ik raak weer afgeleid. Even kijken. Dit is stalagmieten. Ah, oké. Okay. Maar dan moet ik wel pickaxe hebben. Dat heb ik niet. En hier gaat het allemaal onder de grond door. Die wortels van de boom. Nou, ik heb een axe en ik heb een pickaxe. Dus ik ga eventjes al die dingen hakken hier. Dus die stalagmieten. Wat kan je ermee? Volgens mij is dat gewoon steen. Maar eens even kijken. Ja, dat is gewoon steen. Wauw. Wauw. Wat zit hierin? Hier nog een stalig tiet of zoiets. Hier nog eentje stalig miet. Maar we gaan eventjes verder. Wat is dat? En waarom kan ik niet zo snel eten? Wat is dit dan weer? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat ben jij? Oh, dat is een wespennest. Wespennest. Oké, die ga ik kapot maken. Duurt eventjes, maar ik kan het kapot maken. Er komt niks uit. Geen wespen. Of zo. En als ik hem kapot maak, hoop ik dat ik hem mee kan nemen. Misschien kan ik er iets leuks mee. Hij is bijna kapot. Ja. Huh? Ik kreeg alleen een hele dikke vette damage, maar ik kreeg er niks van. No! Wat is dit dan weer? Ik heb een pickaxe, dus dat is goed. Maar ik weet niet wat dit voor spul is. Skystone? Steen vanuit de ruimte? Oké, er zal wel iets speciaals in zitten, toch lijkt mij. Maar dan moet ik er wel een hele speciale ex gaan maken, want ik kom hier niet doorheen zo te zien. Nee, dat gaat me niet lukken. Wat zit hieronder? Ook dit. Man! Ik heb gewoon... Oh, wat was dat? Wat gebeurde er? Ik had pijn. Oh, dit is obsidian spul. Dat kan ik niet. Daar kan ik niet doorheen komen. Dan moet ik een diamond pickaxe hebben voordat ik dit kan doen. Daar is nog een veel grotere. Ik zet het hier neer. Dubbelklik. En dan zet ik hier, hoe heet die dingen? Meteoriet. Meteoriet. Dus hier aan de andere kant... Is er nog eentje? Wow! Er zit ook van alles omheen. Maar god man, dit is echt vet. Ik moet eerst eventjes een plekje gaan maken hier in de buurt volgens mij. Dit is appetiet. Appetijt. Hij eet zo langzaam dit poppetje. Kijk, hij eet het gewoon niet op. Hij heeft geen honger meer volgens mij. Hij wil het niet. Mijn poppetje wil niet meer eten. Oh, misschien komt dat door dat boekje met die dieetdingetjes. Oh man, het zal toch niet dat ik een soort dieet heb of zo. En kijk wat ik nu weer heb gevonden. Mijn poppetje wil nog steeds niet eten. Wat hebben we hier trouwens? Oh, wilde die eten? Hij deed iets. Hij deed iets. Kom op, eet het. Nee, hij eet het gewoon niet. Wil koffie? Nee, ik heb koffiebonen gevonden. En we hebben hier schapen. Maar hierachter is nog iets veel leukers. En dat is een mega... Een suffel? Wat ben jij? Oh, we hebben wel vlees gekregen. Misschien vindt hij dit vlees lekkerder. Daarachter is een village. Dit eet hij wel. Oh, hij moet gewoon wat afwisseling hebben. Dat is stom. Hey, villager. Hallo. Hallo. Jij hebt spulletjes. Je hebt heel veel spulletjes. Blijf van mijn wortels af. Ik eet je wortels op. Oké, okay, dankjewel voor de wortels. Die zijn lekker. Die heb ik nodig. Dat is gek dood. En hij... Volgens mij moet mijn poppetje... Ja. Hij moet weer iets anders eten zo meteen. Want ik denk dat hij hier weer genoeg van heeft. Kan ik nou weer dit doen? Ja, kijk. Afwisseling. Dat is het hem. Dat is het hem. Hallo, ik zag iemand hier naar binnen gaan. Huh, die ging hier helemaal naar binnen. Ik weet het zeker. Ik weet het echt 100% zeker. En dan heb je nog een wespennest. Goed. Wat is dit dan weer? Ben je een professor of zo? Je hebt allemaal speciale dingen. Een ballon. Huh? Wat is dit jouw huis? Is dit jouw huis? Nee. Nee, dat meen je niet. Oké, okay, we gaan dus in dit huis. Kijken wat dit is. Je hebt hier allemaal speciale dingen. Er zit hier een hamer in. Die wil ik hebben. Dankjewel. Ingenieurshammer. Die kan vast wel goed van pas komen. Er zit een kist. Iron rod. Laten we die maar eventjes liggen, denk ik. En dit is een mooi balkonnetje. Super cool. Ik zie daar een toren. We moeten naar die toren. We moeten naar die toren. Toren, toren, toren. Hier hebben we gewoon een huis, maar wel een kist staat erin. Hallo, kist. Hallo. Oh, ik ga niks van je jatten hoor, meneer. Ja, die dingen hoef ik allemaal niet. Als ik... Wow, wat ligt hier op de grond?
Ligt alles ligt... Oh, die kist zit iets te vol. Ik neem je jam eventjes mee. Wat staat erin? Niet gegeten. Oh, kan ik dit eten? Oh, ik lust wel iets hoor. Ik heb nog niks gegeten vandaag. Dankjewel. Oh, ik neem alles mee. En ik laat deze man leven. Ik hoop dat hij dus veel meer gaat maken voor mij. Dankjewel meneer. Ik kom best vast wel een keertje terug. Doei. Oké. Oké, ik schrik elke keer van al die dingen wat ze hier hebben. Maar ik neem de koningin mee. Nee, ik neem geen koningin mee. Ik heb hier nog een prinses. En ik heb hier een... Oh mijn god. Dit is wel een heel lelijk huis, vind je niet? Ik vind het wel. Ik moet hier in de buurt gaan zitten. Ik weet het zeker. Dit is goed. Dit is heel goed. Hallo, heb je ook een kist? Hallo, ik zie het niet. Oh, ik zie het echt niet. Ik ga eventjes binnenkijken hoor. Hallo meneer. Oh, jullie hebben geen kisten. We gaan verder. Wat is dit? Hallo? Dat is een koe, maar die koe zit... Ik dacht dat hij iets tussen zijn benen had hangen. En hier binnen kunnen we ook nog. Gaat ook naar beneden. Zou hier ook dan weer een dungeon zitten? Dat is toch een dungeon volgens mij? Ja, dit is ook weer een dungeon. En er is ook weer helemaal dicht. Maar ik heb nu wel een pickaxe bij. Maar laten we een andere keer... Kijk, zit gewoon cake in de... Oh mijn god, ik wil weer met Optifine kijken. Zit cake aan de andere kant van de tunnel en... Oh shit, ik wil de rechtermuisknop erop doen. Ik ga dat ding openmaken. Ik kan niet wachten, jongens. We gaan het nu eventjes doen. De aflevering is volgens mij best wel lang geworden al. En we gaan het openmaken. Ik weet niet waarom ik deze openmaak en niet eentje die dichterbij zit. Oh, misschien kan ik me nu al. Ja. Die doet gewoon de lamp aan. Zit gewoon... En een spanner. Er zit gewoon een lamp hierin. Oké, dit is epic. Dit is heel epic. Open nu. Yes. Oh. Ik moet hier zeker... Nog een lamp? Ja. Ik moet hier zeker in de buurt gaan zitten. Kijk dit dan allemaal. We kunnen... Oh, nog verder naar beneden. Nog verder die kant op. Het gaat alle kanten op dit. En... Woont er iemand? Wat de hel? Oh, oké. Het activeert iets. Lek, wacht. Wat doet dit? Wat de hel? Het steekt vuurwerk af. Wat zit hier allemaal in? Hè? Oké, dit is raar. Ik moet even kijken waar dit op uitkomt. Ik ben er hoor. Ik ben boven. Ik ben boven en ik zie dat deze dingen hier zitten. Oh mijn god. Er zit hier gewoon een heel vuurwerksysteem onder de grond. Dus bij de village. Dat is wel apart, maar wel cool. Waarom zit dat in de wereld? Ik ga hiermee stoppen. Laat toch je naam achter, je Minecraft naam en een leuk verhaaltje als jij hier ergens wil komen staan. Ik weet niet of standbeelden kunnen. Als het niet kan, dan zet ik gewoon bordjes neer en dan schrijf ik jullie naam op bordjes. Dit was Epic Mod. En ja, laat een like achter en abonneer voor meer.